Hallo leuke mensen! Zo, leuk dat je kijkt naar Vrachtwagenchauffeur Vincent, de nieuwe aflevering. We gaan weer een nieuwe vracht doen. Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook. Tot na het geweldige intro! Okay people, let's go to work! Woo, let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goed humeur, Vincent Chauffeur! En ik heb heel goed gekeken naar de comments. Ik zag namelijk in de opties kon je uitschakelen dat je niet harder kan rijden. Dat je harder kan rijden dan 90. En dat was in de gameplay modus. Ik zal het gelijk laten zien. Je hebt hier namelijk de. Even kijken. De begrenzer vrachtwagen. Die stond aangevinkt. Die heb ik uitgevinkt. Waardoor we eigenlijk nu harder kunnen dan 90. En dat betekent dat onze vracht misschien wel sneller wordt dan ooit van tevoren. Ik heb een graphics mod ingeïnstalleerd. En het werkt wel allemaal heerlijk vanouds. De graphics mod heeft alles aangepast. Dus het ziet er nu mooier uit. Hoop ik. Dat weet ik nog niet. Het ziet er tot nu toe best wel nice uit. En ik vind... Ja, we hebben ook wat nieuwe dingen toegevoegd. Ik heb iets van 6 mods gedownload. En dat betekent dat we nieuwe auto's hebben. Nieuwe zooi. Ik weet het allemaal niet. Het is echt te veel om op te noemen. Nieuwe mappen. Een KitKat bus. Weet ik veel wat we allemaal hebben. Maar in ieder geval is de graphics zijn in ieder geval wel geüpgraded, zie ik nu al. Dat kan ik eigenlijk al best wel goed zien. En er passeert een vrachtwagen mij. Hallo meneer de vrachtwagen. Ik heb wel gevoeld dat ik echt nog slomer ga dan normaal. Ja. Ik weet niet of het heeft geholpen wat ik heb gekocht. Of wat ik heb aangeschakeld. Maar we vertrekken in ieder geval. We hebben een vracht. En we gaan geloof ik uit mijn hoofd naar Italië. En ik zit gelijk op de verkeerde rijbaan. Dus we moeten eigenlijk hier naar rechts. Laten we even die man voor. En ik ga zo met jullie kijken. Staat hij weer op rood, jongens? Jongen. Ja, nu sta ik een beetje link. Nu sta ik een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Niet helemaal op de juiste plek. Nou, kom op groen licht. Groen licht, ik weet het. Och, kreeg ik weer een telefoontje, jongens. Ja, hallo. Ik ben aan het rijden. Ik kan even niet opnemen nu. Ja? Ja, bel zomaar even terug. Ik sta nou voor een verkeersplein. Of een verkeersbord. Ja. Doei, doei. Jongen, gezeur. Oké. Halen we dit? Ja, dat halen we. Wat gaat die slom, deze vrachtwagen? Ik ben benieuwd wat we vervoeren. Want dat weet ik ook allemaal niet. Ik weet dat we naar Italië gaan. Vanuit Polen uit mijn hoofd. Oh, staan we weer vast, jongens. En wat voor vracht we hebben, het is allemaal een raadsel. Kom op, jongens. Moet een iets bredere bocht nemen. Het is echt zo slom gaat deze vrachtwagen. Dat is niet normaal. Volgens mij kan deze maximaal 25 km per uur. Nou, we gaan even kijken wat hebben wij allemaal in ons traject. Even kijken. Mijn lading, we vervoeren bloemen, natuurlijk. En we gaan van Verona gaan we naar FedEx. Dat is onze bestemming. En we mogen hier 80 kilometer en we gaan lekker 40 kilometer omdat het ding niet harder gaat. Even kijken hoor. Nou, inkomen 12.000. We kunnen bijna, nou houd maar op, 13.000 kunnen wij verdienen met deze vracht. 13.000 euro. Dat is echt veel. Nou, ik zie al, de graphics zijn inderdaad wel geüpdate. Vooral de snelweg. Ziet er wat donkerder uit. Een mooie schaduwen. De wolken zijn aangepast. De verkeersborden zijn aangepast. En nou moeten we volgens mij... Ik gok dat we hier naar links moeten. Dat heb ik goed gegokt. Goed werk, Vince. Even kijken. Huidige opdracht. Er staat wel boven 36.000 euro. Waarom is mijn inkomen dan 12.000? Ik snap het even niet. Nou, ik heb ingeschakeld dat mijn truck harder kan. We zijn nu 70 kilometer aan het gaan. Ik heb nog niet het gevoel dat we sneller kunnen gaan. Maar ik heb een cruise control. Ik ga die eens aandoen. Zo, cruise control staat aan. Ik merk niet echt verschil. Met cruise control. Nou, dan doe ik hem maar uit. Moeten we hier wel naar... Shit, we moesten niet naar beneden. Lekker. Ik zit helemaal niet op te letten. Ja, ik hoop dat hij nou een andere route uitrekent. Anders zijn we de pineut en moeten we op de snelweg weer gaan keren. En daar ben ik niet blij mee. Ik vrees het laatste. Althans, hij geeft geen nieuwe weg aan. Wat is hier links? Wat is dat oranje? Is dat een... Oh, dat is zo'n paal. Dat is zo'n schutting. En dat is voor geluidsoverlast natuurlijk. Nou, ik hoop dat we bij dat benzinestation kunnen
oversteken, want hier zitten alleen maar hekjes. Oh, dit is vreselijk, jongens. We gaan gelijk de verkeerde kant op. En we gaan naar mijn gevoel al 100... Oeh! Oeh! Het was een oranje busje. Ik ben TNT. Die mogen botsen. TNT mag botsen. Ik vervoer dus waarschijnlijk bloemen in een TNT. Bloemen in een TNT? Busje? Echt waar? 20 T bloem. 20 ton aan bloem. Ik heb 20 ton bloem. Oh, en een vrachtwagen houdt er niet van om naar boven te gaan op een heuvel. Dat vind ik echt waar. De vrachtwagen heeft daar echt een scheidhekel aan. Kunnen we hier nou keren, jongens? Kunnen we hier keren? Hier moeten we keren, jongens. Ik ga er gewoon af. Zo. Hallo, meneer. Ik kom hier tanken. YOLO. Grapje. Kunnen we hier nou keren, jongens? Ik moet... Jongens, dit verloopt helemaal in de soep. Dit verloopt echt in de soep. En dat kunnen wij nu niet hebben. We moeten een weg zien te vinden dat we kunnen omkeren. Maar hoe? Hoe? Ja, ik ga mijn best doen, jongens. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Ik zie lichtjes uit de verte. Knipperlichtjes. Misschien zijn ze bezig met de weg. En misschien kan ik hier... Ja. Ik ga je dus even heel erg eng doen. Ik ga zonder te kijken gewoon even omkeren. Oké. Oeh. Oké, scherpe bocht. Scherpe bocht. Gaat lukken. Niet te scherp. Zo. Oh, shit. Aanrijding. Ik denk maar niks. DHL zie ik. Ah, kom op, jongens. Oh. Ja, zo krijg ik weer een aanrijding en boete. Dit gaat echt heel goed, jongens. Dit is echt de beste vrachtwagenchauffeur Vincent ooit, deze aflevering. Helemaal tof. Ah, kom op, jongens. Kom op. Ja. Mooi zo. Oké, we zijn weer op volle toeren. Ik heb 2 keer een boete van 800 euro. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Een aanrijding, ja. Nou, dat zag er niet echt naar uit. Oh, zal ik even mijn baas bellen? Ik zal even mijn baas bellen dat het even niet goed ging. Wacht even. Hallo, baas. Hier bij 100. Sorry, flauw grapje. Moet kunnen. Ik heb de afslag gemist. Ja. Ja, dat maakt mij niet uit. Maar ik heb de afslag gemist. Nou ja, en ik heb een boete gekregen van 800 euro. Ja, 800 euro. Ja, ik weet niet wat ik fout deed. Ik reed gewoon achteruit en dat mocht mij waarschijnlijk niet. Waar ik stond? Ja, ik stond op de snelweg. Ja, ik weet het. Het mag niet. Ik ga mijn best doen. Ik ga zeker mijn best doen. Ik ga het zeker voor elkaar krijgen. Is goed. Doei. Oké, en we zitten weer op de weg. Mijn baas was een beetje boos. Heel raar. Want ik zei gewoon, ja, ik stond stil op de weg. En ik kon er even niks aan doen. Oh, mijn benzine was op. Dat ga ik volgende keer zeggen. Mijn benzine was bijna leeg. Dat moet ik zeggen. Maar bijna... Ja, nee, dat is... God, ik weet geen excuus, jongens. Ben nu wat verzuurd met een goed humeur, Vincent chauffeur. En ik vind dat die oranje kleur van dat hek... Ik vind het wel mooi uitzien, dat geel met dat oranje. Het heeft wel iets, joh. Hè? Ik vind het best wel schön. En ik heb het gevoel dat het weer donker wordt. Maar hier moeten we sowieso naar rechts. En we rijden best wel aardig hard. De truck kan niet heel hard. De TNT-truck. Oké, we gaan hier naar links. Kunnen wij naar links op ons gemakje? Ja, die meneer laat ons wel erdoor. Zo. Het is zo vervelend sturen met zo'n grote truck. Oh, en dit is mooi, hoor. Ik vind... Ja, de graphics zijn sowieso geupgrade. Sowieso is dit geupgrade. Ik vind dat licht die lichtinval vind ik zo mooi. Wauw. Ik heb een mod gedownload. Er was iets van 160 MB, dacht ik uit mijn hoofd. En die zouden de graphics omhoog poetsen. Met zowel de wolken als de borden, de wegen, de auto's, de weerspiegeling, de natuurlandschap, de planten, het gras en zo. En tot nu toe zie ik daar wel verbetering in. Ik zie al verbetering. Ik denk dat jullie dat ook wel zien in de vorige vrachtwagenchauffeur Vincent's video's. Maar het is een beetje een HD graphics update eigenlijk. En ik geniet nou eigenlijk nog meer...
dan dat ik vorige keer genoot van de omgeving. Omdat het gewoon mooi eruit ziet. En we hebben nu ook nieuwe auto's. Een KitKat fan. We hebben nieuwe auto's, nieuwe trucks. Je ziet bekende merken nu. Dus ik ga zeker steeds meer mods gaan gebruiken om het, gewoon het spel een beetje gevarieerder te maken. Je kan zelfs nieuwe mappen downloaden. En er is ook een DLC uit voor deze game. Going East. Maar ja, ik heb zoiets van, waarom zou ik die nog even moeten kopen als ik nog ineens verder ben met dit spel? Want dit spel is ontiegelijk groot. Maar we gaan nu dus nieuw naar Italië. En Italië ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Italië is een beetje een land. Ja, ik weet het niet. Ik zou er best wel een keer naartoe willen gaan. Want volgens mij is Italië best wel een warm land ook. En ook heel erg met cultuur is het volgens mij heel erg. Positief. Positief. Erg, erg positief, hè? Oké, we gaan nu al 66 km per uur. We hebben een lekker gangetje. We zitten nu op een best wel smalle weg. Het is geen snelweg. Nou ja, zo kan ik het niet noemen. En we hebben, we hebben ongeveer de helft over aan benzine. Nou, en die jongen zei van, je moet eventjes uitzetten. Dan kan je harder dan zoveel kilometer. En ik hoop dat ik dat goed heb gedaan nu dit keer. Maar we gaan in ieder geval 83 km per uur. Ik moet uitkijken voor de scherpe bochtjes. Want dan gaat het mis. Bijvoorbeeld hier zo, moet ik even mijn gas loslaten. Dat ging goed. Oh jee. Is dat een Jumbo truck? Is dat een Jumbo truck? Even kijken hoor. Het is, oh, dit is een mooie, mooie omgeving dit joh. Wat staat daarop? Dag sir. Intelligent Logistics. Oké, ik ga wel even bumper kleven. Bumper kleven jongens. Bumper kleven. Dit ziet er mooi uit jongens. Oh, ik vind die graphics zo mooi. Ze zijn echt schön hoor, deze graphics. Realistisch. Oké, gaan we nog. We gaan niet inhalen. Hij gaat gewoon harder dan mij. Dat betekent dat een truck meer opgevoerd is. Illegale truck! Nee, het is geen illegale truck, denk ik. Het is een mooie gele truck. Maar hij gaat me. Oh, serieus? We gaan de heuvel op. En mijn vrachtwagen, die vindt dat niet leuk. Serieus, mijn vrachtwagen vindt dat echt niet leuk. Ik hou echt serieus gas helemaal ingedrukt. Hij komt gewoon amper naar boven. Ga gewoon stilstaan, jongens. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Moet je kijken hoe sloom die gaat. Dat komt natuurlijk door die. Zo. Dat komt natuurlijk door die 16 ton, 18 ton bloem natuurlijk. Maar je hebt twee soorten bloemen, hè? Je hebt natuurlijk de bloem. En je hebt de bloem. Ik ga mijn baas bellen. Ik ga mijn baas bellen. Ik moet weten welke bloem het is. Kijk hoor. Oh, ik kan die twee dingen tegelijk. Ja, neem op, neem op, neem op. Hallo baas. Hier bij één. Nee, die grap hebben we al eerder gemaakt. Oké, baas. Wat voor bloemen vervoer ik? Oké, dankjewel. Ja. Kaapsen? Kaapsen. Kaapsen? Kaapsen. Oké, kaapsen. Oké. Ik zal het doorgeven aan de kijkers. Ja, doei doei. Zo. Het waren kaapse violen. Ja, ik dacht van bloem kan natuurlijk ook van dat bloem zijn voor brood. Bloem, bloem. Van dat meel, weet je wel. En we zitten hier, we gaan hier een mooi gebouwtje langs. En je mag hier 50 km per uur. En wat gaan wij? 60 km per uur. Maar dat komt dat wij een. Ja, je weet het al. We moeten een heuvel op. En als ik ga remmen in de heuvel. Dan betekent dat maar één ding. En dat mijn truck weer 10 km per uur gaat. Oh. Jongens, kan ik mijn truck niet opvoeren of zo? Kan ik er geen keiharde power ingeven of zo in die uitlaat? Gewoon even tunen of zo. Een getunede vrachtwagen. Nou, we komen er wel. Het wordt ook langzaam donker, zie ik al. De tijd is namelijk 6:50. Dus het is net nacht aan het worden. Dus dat betekent dat we weer in de nacht moeten gaan rijden. Ik denk dat ik voor de zekerheid mijn licht. Nee, niet meer uitwissers. Mijn licht aan ga doen. Heb ik lichtmodus? Ik weet het niet eens. Ik dacht dat ik het had ingesteld. Oké, we gaan weer harder. We gaan weer harder. En die auto die ging me net inhalen, zag je dat? Had ik toch maar die power energie meegenomen. Ik heb van die energieblikjes. Maar die liggen natuurlijk niet naast me in de truck. Nee, lege stoel. Een lege stoel. Oh, een lege stoel. Hala.
Kijk, nu gaan we lekker tempootje, jongens. Lekker 76 km per uur. Dit moeten we aanhouden, dit tempootje. Dan komen we snel op onze bestemming, want we moeten helemaal naar Italië. Italië, Italië, Italië. Hé, wat is dat nou weer? Een mooie truck met de autootjes. En wat zijn ze hier dan weer mee bezig? Zijn ze weer aan het verbouwen? Het lijkt net Nederland met al die... Oh, hier, de weg is afgesloten hier. Je zal er maar naartoe moeten. Dan moet je wel helemaal omrijden. Oké, hier mag ik weer niet inhalen. Er zit weer zo'n zondag rijden voor mijn smoel. Hallo, meneer de zondag rijden. Ik wil niet remmen voor u, maar ik moet wel weer. Oh. Zo'n zondag rijden weer voor je smoelwerk. En kijk, die zon die straalt op die weg. Prachtig. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. En die mooie auto's. Ik heb auto's, een automotor ingezet. Ik weet niet of ik er al wat van gezien. Ik had een hele vette Audi gedownload. Echt een hele schöne Audi. Ik ga ze inhalen. Ik word helemaal gek van die gasten. Kan het hier ook? Die kunnen ook nog wel inhalen. Die stomme truck. Zullen we die ook nog inhalen? Ja. In een scherpe bocht. Mag je nooit doen. In een bocht inhalen. Zo. En wat een mooie omgeving hier links, rechts. Een waterriviertje zag ik al. En ik weet mijn god niet waar we zitten. Echt niet. Ik zou even moeten uitzoomen. Maar dan raken we daar de weg kwijt. Nee, het is één weg. Oké. Okay. Waar zitten wij ergens in de buurt? Even kijken hoor, de kaart. We zitten op de middle of nowhere. En we zijn denk ik... Ik weet niet of we in Duitsland zijn. Ik weet het echt even niet. Ik weet wel dat ik even heel snel mijn lichten moet gaan aandoen. Want het wordt donker. En ik heb de lichtmodus op een knop gezet. Oh, dit is hem. Oké. Okay. Lichten staan aan. Mooi. Door het weiland gaan wij met onze truck. Scherpe bocht, je mag niet inhalen, want het is zo'n lange strook. Gaat goed, gaat goed. Oeh, paaltje. Ik vind het wel jammer van die 800 euro boete, jongens. Stel je voor, wat zou je van 800 euro allemaal kunnen kopen? Echt veel. Nee, maar sowieso, echt zonde gewoon. 800 euro, jongens. Maar ik deed helemaal niks geks. Ik deed zeg maar achteruit. Ja, op de snelweg. Ja, het mag niet, weet ik. Maar geef me dan één keer een boete, weet je wel. Ik moest echt achteruit steken, want ik bleef vasthangen aan die zijgreppel. Weer zo'n muur links. Ik denk dat dat ook nieuw toegevoegd is, die muren. Die heb ik nooit eerder gezien in het spel. Of is dat echt iets Italiërs? Italië, ik weet nog goed. Ik heb... Ga een beetje op je remmen! Achterlijke aap. Je mocht helemaal niet inhalen op dat stuk. Dus ik denk dat ik nu een boete krijg. Of ze hebben zoiets van... Nou ja, we hebben al 800 euro van je getrokken. We gaan geen boete meer geven. Dat zou eigenlijk nog beter zijn. En ik denk dat de zon weg is. Helaas. Het mooie landschap is verdwenen. En dat betekent dat we heel saai in het donker moeten gaan rijden. En ik heb gelezen op de mod dat dat ook heel realistisch is. Jongens, wat is het druk op de weg? Wat is het verdomme ruk? Druk, het is verdomme ruk. Oh ja, het wordt al donker, jongens. Het wordt al lekker donker. Oh jee. We gaan weer sloom, jongens. Wat gaan we sloom? Ik heb het gevoel dat ik dat eruit heb. Dat ik iets heb uitgeschakeld. Ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Of we gaan gewoon sloom door die 18 ton bloem natuurlijk. En ik denk dat laatste. Oh, het wordt nou echt heel freaking donker. Ook omdat er geen lantaarnpalen zijn. Wel cool dit. Behalve als mensen zo langzaam rijden. Baas, hier ben je 100. Ik heb weer een aanrijding gemaakt. Een aanrijding. 3 in 1 keer, jongens. We hebben een record voor Euro Truck Simulator. Yay! We hebben een record. Oh, kijk die vlaggen, jongens. Die wapperen in de wind. Oh, mooi zeg. Oh, wauw. Ook nooit gezien, hoor, in het spel. Kijk hoe mooi dat wappert. Wauw. Zo, echt
deze upgrade, deze mod-upgrade is zeker positief. En ik heb het gevoel dat we weer een heuvel op gaan. Zo sloom weer, jongens. Ik kan niet schakelen. Oh. Oké. Ik snap hem. Mijn schakelaar is ineens een ruitenwisser geworden en het licht. Schön. Oké, ik denk dat het niet donkerder wordt dan dit. Ook al zie ik geen sterrenhemel. Dat had ik eigenlijk wel gehoopt. Maar het is nog... Het is 8 uur, hè. Dus het is nog niet... Het 8:30, zeg ik. Sorry. En ik denk dat we door die 3 aanrijdingen die we hebben gemaakt... niet veel centjes gaan verdienen voor deze vracht. Alhoewel, het zijn wel Kaapse viooltjes, hè. Die zijn aardig zeldzaam. En dit is creepy. Dit is een hele andere weg, jongens. Wat is dat? Het is groen licht en iedereen staat stil. Dit is weer echt zondagsrijders logica, dit. Nou, ik hoop dat hij ook groen blijft. Blijf groen. Blijf groen. Blijf groen. Blijf groen. Draaien. 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 Kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, ik heb niet gezien of hij rood werd. Oh, hij werd net rood. Ik zag het in mijn achteruit. Kijk. Oké. Je mag hier 90. Vrachtwagen, je mag hier 90. Je hoeft geen 40 te gaan nu, hè? Jongen, dat ding gaat zo. Hello. Is me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it on your vrachtwagen. Oh. Ik denk dat wij deze video in 2 moeten splitsen. Aangezien het nog 8 uur en 40 minuten duurt voor we bij de bestemming zijn. Een ja, best wel lange rit. Maar dat heb ik ingesteld, dat weet u nog. Toen ik namelijk ging levelen. Ik ben level 4 alweer in het spel. Toen ik ging levelen, toen heb ik gekozen voor lange vrachten. Want ik weet, lange vrachten bieden, geven meer geld. En ja, ik had zoiets van, oké, hoe meer geld, hoe beter. Want ik moet geld ik moet gewoon geld verzamelen. Hier moeten we trouwens naar rechts. En er zit weer zo'n baardaap voor je, Mel. Kijk, kijk, let op. Kijk, ik druk gewoon gaspedaal in. Hij komt gewoon... Die truck weegt zeker meer dan deze truck. Kijk hoe sloom. Ja, dat is ongelofelijk. Wat een slome rottruck. Hé, maar luister eens... Zie je het? De TNT-kleuren horen bij mijn stuur. Dus eigenlijk heb ik gewoon een TNT-stuur. Oh, wauw. Ik heb echt een TNT-stuur. Ik voel het. Oké, het is lekker donker. Heerlijk. Ik heb geen radio. Mijn radio is kapot in deze vrachtwagen. Echt heel, heel jammer. Linz. Moeten we richting Linz? Nee! Slecht, hè? Ik let weer niet op. Nou, dames en heren, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. We gaan de video even splitsen. Dus dan in de volgende aflevering gaan we dus de hele lading gaan we afleggen. En dan komt het helemaal goed. En dan gaan we kijken hoeveel geld we hebben verdiend. Want we hebben 3 boetes gekregen en dat is niet goed. Maar ja, want 1200 euro weggegooid. Nou, wat is nou 1200 euro? Als ik voor deze vracht al bijna 12.000 krijg. Oh ja, dan valt het wel mee. Mensen, tot de volgende keer. Bij Vrachtwagenchauffeur vindt het nog 1 keer dat heerlijke intro. En dan zie ik je snel. Doei doei! Woo! Let's go!